Moet ik daar gefeliciteerd nadat je collega Mats Velzenboer al een schone hattrick had gemaakt. Deed jij het nog eventjes vet over? Ja, het voelt natuurlijk lekker om weer even doelpunten te maken. Ik heb eerder al ingevallen en dan telkens net niet weten te scoren. En dan nu om toch een hattrick te mogen maken is wel lekkerder dan verwacht, eerlijk gezegd. Ging wel heel makkelijk hè, vandaag. Ja, eens. Maar je moet hem wel weten te winnen. Dus het gevoel is gewoon lekker bij ons. Dus dit is wel lekker. Al terecht 7 doelpunten in de eerste speelhelft. En dan uiteindelijk de teller op 18 laten stoppen. Dat is een prima resultaat. Ja, we hebben met elkaar afgesproken om gewoon door te gaan. Ook op standaard situaties te oefenen. Waar we op training op oefenen. Om nu gewoon lekker erin te slijpen. Dus ja, we hebben met elkaar gewoon afgesproken om vol gas door te geven. En dat hebben we ook gedaan. Dat kan je ook zien in de score. Lekker dat je veel speeltijd kreeg. Vorige week had je ook al wat meer speeltijd in de competitie uit in Apeldoorn. Want je bent niet altijd de eerste keus. Nee, dat is waar. Maar dat kon je vooraf al raden natuurlijk. Voordat ik hier naartoe kwam. Je hebt een kwalitatief echt goede groep. En ik voel me gelukkig bij deze club. Ik voel me goed in de groep. Dus ik moet het doen met de minuten die ik krijg en zo mijn strepen gaan verdienen. En dat wist ik van tevoren al. En dat komt wel goed. Ik wou net zeggen, je kan er alleen maar beter van worden als je met de topspelers mag samenspelen en trainen. Nu, naast de blessure van Molkeraai, is Amrani ook in de ziekenboeg beland. En dat zou kunnen betekenen dat je weer wat meer minuten krijgt. Ja, dat is waar. Nou, voor de winterstop komt er natuurlijk aan nog 2 wedstrijden. Zeemacht uit en Groenster thuis. En dat is misschien wel gunstig voor ons, ook voor de jongens die geblesseerd zijn, zodat ze dan kunnen herstellen en dan in januari weer fit terug kunnen komen. En dan gaat het echte werk pas beginnen, denk ik, na de winterstop. Maar dan moet het gebeuren en dan moet je uiteindelijk de play-offs gaan veiligstellen. Dan moet het gaan gebeuren, ja. De beker waar we natuurlijk nog in zitten, de competitie wat dan pas bepaald gaat worden. Dus er is een heleboel wat we nog kunnen verbeteren en wat de mensen ook denken verwachten van ons dat we nog gaan verbeteren. Ja, als regerend landskampioen en bekerhouder in ieder geval de kwartfinale bereikt met een uitstekend rapport. Zou ik die kunnen herhalen? Ik zeg in ieder geval als regerend landskampioen en bekerhouder de kwartfinale gehaald met een uitstekend rapport. Ja, dat is zeker waar. En, maar dat is wat we van tevoren ook wel voor gaan natuurlijk. Wij als Hoofdkubo weten we dat iedereen tegen ons opkijkt en daar we moeten gewoon zoveel mogelijk en zo lang mogelijk aan alles mee blijven doen. Dat verwachten de mensen ook van ons en wij zelf ook van onszelf. Dus kom maar goed. Ja, ik kan al een heel verhaal ophangen over deze wedstrijd, maar uiteindelijk hebben jullie gewoon een uitstekend rapport gehaald. Nou ja, ik denk als je rapportcijfers zoals jij het noemt 18-4 kan overleggen, dat je het gewoon heel goed hebt gedaan. Het klasseverschil was vandaag inderdaad wel duidelijk, maar nogmaals, je moet er wel 18 winnen trappen. Lusitanos heeft ook gewoon lekker gevoetbald en ook echt gestreden voor wat zij waard waren. Ook heel veel leuke dingen van hun kant gezien. Daar was een hele mooie en open wedstrijd geworden. En ik denk dat hetgeen van de laatste weken zeg maar, niet mee zat en het promoveren van mooie kansen tot doelpunten, dat we dat vandaag een stuk beter hebben gedaan. Nog niet volledig scherp, maar wel een stuk beter hebben gedaan. En dat in de wetenschap met een aantal jongens die we missen. Dus nogmaals, zoals ik al zeg, prima rapportcijfers. Ja, ze bleven gaan, de jongens. En dat was natuurlijk het grote winstpunt van vandaag. Ja, eens. Ik denk de eerste 5 minuten na rust dat het even minder scherp was. We gewoon wat nonchalant, zeg maar. En net niet lopen en niet meelopen. En vooral niet de derde man zoeken. En dat hebben we daarna, denk ik, laatst kwartier wel weer gedaan. En tot in de eindfase prachtige goals gezien. En weet je, dan kan ik als trainer zijn alleen maar genieten dat de jongens zoveel plezier uitstralen. En dus als bekerhouder ook keurig de kwartfinale bereikt met, zoals gezegd, een mooi rapport. Vorige week ook prima in de competitie geëxceleerd in en tegen Apeldoorn. Maar uiteindelijk dan toch die kleine teleurstelling vanwege het feit dat Zakaria Amrani nu ook in de ziekenboeg is beland. Ja, kijk, ik denk dat iedereen in Nederland, zeg maar ook Amir Molkeraai en Zakaria Amrani goed kent. Dat zijn gewoon 2 klasbakken die we graag elke week in het land willen zien. Ja, wij missen nu allebei op dit moment en dat is pijnlijk, dat is zuur. Maar ik ben daarom denk des te blijer, zeg maar, dat we ook vandaag missen we ook Kevin Tromp door de schorsing nog van vorig jaar. Joshua moeten we de tweede helft extra rust gunnen, omdat het gewoon nog niet helemaal fris en fruitig is. Het Nederlands team gaat weer roofbouw plegen op onze internationals. Dat weten we hoor, dat is geen excuus. Maar dan is het wel des te lekkerder dat je ook, zeg maar, zoals nu Mokker vandaag extra opstaat. Ismael Bakali gewoon volwaardig meedraait. Ja, dat stemt mij, maar vooral de jongens ook zelf heel tevreden. Die trainen hard. We zien de progressie. We hebben al een aantal weken geleden al tegen elkaar gezet. De stijgende lijn is merkbaar. En ik ben blij dat het nu ook, zeg maar, ook tastbaar wordt. Ik zei het vorig seizoen al tegen, je hebt een hele uitgebalanceerde, goede selectie.
dat wordt eigenlijk alleen maar beter. Want de toevoeging van Suleiman, die zag het vandaag, naast Pelzenboer, maakt ook hij een hat-trick. Nee, maar kijk, volgens mij maakt hij er zelfs 5 als ik het goed zeg, Leo. Moekie is gewoon, dit begin is toen aangesloten. Jongen die heel erg, Horace jongen voor de duidelijkheid, jongen die heel erg leergierig is. En ik denk dat hij ook perfect gedijt met zulke goede voetballers als wij hebben. Je ziet dat hij ook echt veel slimmer wordt en nog steeds meer zijn draai gaat vinden. En ja, dat is een jongen die echt voor de toekomst heel veel waarde gaat hebben. En ik vind het prachtig dat hij vooral zichzelf beloont, dat hij afdwingt, dat hij deze minuten maakt. En ook, nou ja, als je 5 keer scoort, niet erop bedoelt, en dan heb je gewoon een enorm aandeel in de wedstrijd. En wat mij gewoon, en ook met de jongens in de technische staf, en we grappen op de bank zelfs tijdens de wedstrijd wel over. Maar het hele ploeg, maar ook Mukhtar, stralen zoveel plezier uit. Ja, mooier is er niet als trainer zijn. Als je dat voor je neus ziet, waar je de hele week traint en met die jongens optrekt, als dat bekroond wordt zo op een vrijdagavond, heerlijk.